ben Jet en voor deze vlog bezoek ik steeds een nieuwe plek. C'est autant un Bruxelles rêve. C'est autant du cinéma muet. C'est autant un Bruxelles chanté. C'est autant un Bruxelles bruxelles. Place de Brouquet. Vandaag ga ik naar het planetarium en daarvoor ga ik met het openbaar vervoer van Brussel. En ik ga dus met de metro, dacht ik. Of nee, het is de tram. Ik ben er dus. Dit is het. Ik dacht eigenlijk dat dit groter zou zijn. Maar ja, ik ga maar even binnenkijken wat dit dan precies allemaal is. Ik ben er dus. Er zijn veel kinderen die geïnteresseerd zijn in de toekomst van de aarde en wat er allemaal te zien is in het heelal. En daar beneden is iemand bezig om de aarde te draaien en om te kijken hoe alle stromingen, geloof ik, van het water gaan. Volgens mij zit ik in een ruimteschip nu. Ik ga het zonnestelsel verlaten. En daar ga ik, hoor. Kijk, nu ben ik weer terug. Ik heb dus allerlei oude meetinstrumenten gevonden. Ik heb eigenlijk geen idee waarvoor ze zijn, maar het ziet er wel mooi uit. Hè? Het is wel interessant. Ik ga het zo naar de video kijken. Ja, dat was dus heel leerzaam. Maar ook wel een beetje eng, want er werd gesproken over meteorieten. En die zouden in 2029 en 2036 misschien wel op de aarde inslaan. Maar dan aan het einde was de conclusie dat we ons niet zoveel zorgen hoefden te maken. Spannend. En klikken de klik, abonneren, klik.